Hallo lieve stieren, welkom bij je love reading voor de maand juni. Ik had behoefte aan iets frivols, iets speels, iets kinderlijks, maar wel wat over de liefde gaat. En toen kwam ik bij de Lenormand uit. Dat zijn 36 kaartjes, ontwikkeld door mevrouw Lenormand. Zij was de persoonlijke waarzegster en tarotist en Lenormand ontwikkelaarster van keizerin Jozefine. Ze is in 1772 geboren, een hele eigenzinnige vrouw, die dus allemaal dit soort dingen heeft ontwikkeld en veel boeken heeft geschreven, zelf uitgegeven, dus ook nog eens een businesswoman. En ik had zoiets van, ja, dat heb ik nou ontzettend veel zin in. En de tarot is meer een beeldtaal en dit zijn meer woorden. Ik ga het voor je duiden. Ik ga eerst een love reading voor je doen, voor je huidige partner in jou of voor je soulmate soon to be. En ik ga je een 9 kaarten spread geven als bonus. Hoe leuk is dat? Nou, de kaarten zijn natuurlijk weer van Coppenol. Ik kwam daar van de week om eens even te kijken. Nou, dat is echt een walhalla voor als je van kaarten houdt. Ik ga je partner met de Gilded Rivery Lenormand leggen. En ik ga... Deze vind ik zo ontzettend leuk. En deze zijn van Rikilia Elizabeth Fitcher, als ik dat goed uitspreek. Ze zijn heel whimsical. En je 9 card spread ga ik met de Dreaming Way doen. Hoe leuk! En deze moest ik gewoon hebben. Kijk, voor de mensen die mij kennen. Een Blue Owl. Ja, die moet gewoon natuurlijk mee. Nou, lieve schatten. Hoe leuk om dit weer iets totaal anders te doen. Nou ja, hoe leuk. Oké. Okay. Dit wil ik ook even laten zien. Kijk, al die mooie engelen om dat universum heen. Is toch prachtig? Is het bottom of the deck? De zon. Oké, daar gaan we. Een kaart voor jouzelf, lieve stier. Geloof. Er dient geloof aan te pas te komen. En een bepaald einde aan iets. Oké. Wat heb ik voor je partner? De Garden. Het is een heel sociaal persoon, omringd door veel mensen. Mooi, hè, met die engelen erbij. Oké. Wat denk jij over je partner? Je bent daar een beetje ambivalent over. Je weet het nog niet zo goed wat je op dit moment over je partner denkt. Het kan zijn dat je zelf even... Wat denkt jouw partner over jou? Dat je rijkdom hebt, financiële rijkdom, dat je zelfstandig bent, dat je goed in je vel zit. Wat voel jij voor je partner? Nou, je wil wel heel graag bij hem zijn. Je wil zo snel mogelijk naar hem toe. Wat denkt je partner over jou? Je partner is over jou. Wat voelt hij? Hij is over jou aan het praten, aan het overdenken. Het zijn natuurlijk weer de uilen. Hij is heel erg met je bezig. Wat hou jij bij je partner weg op het ogenblik, mijn lieve stier? Dat jij alle antwoorden hebt. Dat jij het wel weet hoe dingen in elkaar zitten. Wat houdt je partner voor je weg of je soulmate to be? Kijk eens. Het geloof in jezelf. Iets wat eindigen. Dus er is heel veel overeenkomst. Maar dat houdt je partner nu even weg. Wat laat je wel zien aan je partner of soon to be? Dat er iets is wat je hebben wil van de overkant. Wat houdt je partner? Wat laat je partner wel zien? Hij laat zien dat hij de antwoorden heeft, maar hij geeft ze niet. Dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Wat bindt jullie? De zon. Dus het is absoluut zegen op deze relatie. Wat houdt jullie uit elkaar op dit ogenblik? Jullie zijn onderweg naar elkaar toe. En dat is wat ik hier met dat kruis zie. Er moet iets in jouzelf beëindigd worden. Zal ik daar eens even een clarifier op trekken uit een... Dit is weer een andere vorm van fortune teller.
is gewoon even een mystical kipper. Gewoon even te clarifyen. Living room. Grappig, grappig. Even kijken. Wat wil de living room tegen jou zeggen? Met die mooie kat. Ik ken deze kaartjes niet, maar ik vind het wel ontzettend leuk. 21. Wat gaat de living room tegen jou zeggen? This card stands for the private domain. Your own four walls, privacy, the place where you feel secure. It also represents the inner home of a person. Zeg je ziel. His or her soul. The surrounding cards show whether a person feels at home with himself or herself. This card is also important time. It tells you that something is imminent about to happen within a time period of 24 hours to 4 weeks. In such cases, this card has to lie next to the person's card or you specifically asked for a period of time. The card also stands for everything related to interior design. Het gaat over veiligheid. Het gaat over veiligheid. Veiligheid, de antwoorden. En je... Oh, wat grappig. Nu zie ik het. Jij houdt iets geheim, maar je partner houdt ook iets geheim. En voor jouw soul, om veilig te voelen bij je partner, moeten jullie alle twee de antwoorden geven aan elkaar. En dan gaat de zon voor je schijnen. Grappig, hè? Jullie doen alle twee iets weghouden voor elkaar. Nou, hoe ontzettend leuk. Even een snelle quick-up love reading voor jezelf. Kijk maar of je dat, herkent. Oké, ga ik met deze, met de Dreaming Tarot, ga ik een bonuslegging voor je doen. Voor de maand juni. Leuk, hè? Hoe leuk is dit met zo leuke kaartjes? Even kijken. Zo, even netjes. Een 9-card spread voor mijn lieve stieren. Oké, dit ben jij in het midden. Verleden, heden, toekomst. Het kind, een nieuw begin. Je hebt er echt zin in en je hebt er vertrouwen in. Oké. De house, de heart en de clouds. Nou, stier, lieve stier, dat komt dus weer terug. De house, de heart en de clouds. Je twijfelde iets en ik zie het house weer als de soul hier. Je twijfelt iets of iets wel oké is of iets wel veilig is. Dat moet je echt gaan onderzoeken. Het heden. Je bent sterk, je hebt de power, je hebt het geld, je bent financieel ontvankelijk. En je hebt ook nog eens het geluk, de klaver. Oké, de toekomst. Kijk eens. Je wil, net als die partner die heel erg snel naar jou toe wilde, je kan kiezen en er is heling. Dus het is heel erg. Je kan kiezen en er is heling. Je kan kiezen en er is heling. Je kan kiezen en er is heling. Oké. Ik wil met deze kaarten nog een clarifier trekken voor je. Ja. Je kan echt voor de man kiezen. Seksueel georiënteerd type. Die sommige dingen misschien nog wel een beetje voor je verborgen kan houden. Er is bereidheid om naar je toe te komen. Dit zijn echt die. Dit is iets wat opgelost moet worden, zowel in jou als in hem. Die openheid. En dan heb ik een ringetje voor je. Hoe leuk is dit, lieve schatten? Dat komt weer terug, hè? Er is iets onveilig, lieve stier. Je hebt zelf alle voorspoed en vertrouwen. En je hebt de keuze om erin mee te gaan. En er moet iets uitgesproken worden. Nou, ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Laat me het weten als je zegt van, nou Mabel, ja, hartstikke leuk. Mooie amuse, maar ik wil er dieper op in.
Dan ben je heel welkom in mijn House of Inner Health in Batuverdorp. En als je zegt van dat is me te ver weg, dan maak ik een mooie reading voor je. En stuur ik je dat met WeTransfer. Nou, een hele dikke zoen en maak er een prachtige maand van.